mensen. Beste mensen. Al het goed voor 2019. Een goede avond allemaal, welkom bij deze druk bijgewoonde eerste gemeenteraadszitting van 2019, ook van de nieuwe legislatuur. Alvorens dat we de vergadering officieel aanvatten, ziet u voor u een mooie doos staan. Dat is op het startsterretje, zal zeggen, wat is dat nu? Dat is, was voor mij ook even een kleine vraag. Straks, het mooiste antwoord in de straat, hè, van de lokale democratie. Dus ja, van harte proficiat daarvoor. Dank dat ik even mocht je uitleg mag geven. VVSG, Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten. We zijn een ledenorganisatie, wij komen op voor belangen bij de andere overheden en we geven ook allerlei opleidingen en vormingen. En we hopen dat het pakket dat u voor zich vindt, een soort van bouwpakket, u heel veel materiaal mag geven voor uw komende periode. Zeker voor de nieuwe raadsleden denk ik dat er heel wat interessant materiaal in zit. Daar kan u een brochure onder meer in vinden met alle expertenorganisaties, administraties, uiteraard ook informatie over de VVSG, dat u kan ondersteunen in uw mandaat. Dus we nodigen u van harte uit om dat te bekijken. Ik wil nog even extra warme oproep doen naar de leden van het bestuurscollege, die straks de eet afleggen als burgemeester te Schepen, om te komen naar het startfeest van de VVSG, 21 januari in Antwerpen. Dan gaan we samen met alle bestuurscolleges van Vlaanderen een aftrap geven van de nieuwe bestuursperiode. En we gaan ook een presentatie doen. En ik heb het mooie zin om te zien daar aanwezig te zijn. Ik wens u heel graag veel succes. En als u nog vragen heeft, aarzel niet om de VVSG op te zoeken. U mag ook altijd mij contacteren. Ik woon hier niet ver van, de Blauwe Kei. Mijn woensdag is mogelijk in de Kempen. Mijn woensdag is in het Limburgse. Maar met heel veel plezier woon ik hier in de Kempen. En weliswaar net op de grens met Turnhout, dus officieel door tot Turnhout. Maar ik heb zeker een heel groot en warm hart voor de avonds. En ik wens u dan ook veel succes. Dank u wel. Ik dank u. Wij gaan vanavond een vrij druk, maar eerder een administratief programma moeten afwerken. Waarbij dat we zo eerst beginnen met de openbare zitting van de gemeenteraad. En aansluitend, dat is nieuw voor ons allemaal, gaat ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn daar een openbare zitting doen. Dus voor eerst eenieder welkom en we hopen dat we de volgende 6 jaar allemaal samen een constructieve beleid kunnen voeren, ook hier in de gemeenteraad. Het eerste puntje dat we moeten behandelen is de kennisneming van de geldverklaring van de verkiezingen. Dat is natuurlijk het wezenlijke en de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Die werden door de Raad van Verkiezingsbetwisting op 5 december 2018 geldig verklaard. Dus bij deze neemt de gemeenteraad kennis van de geldverklaring en kunnen dus geldig vergaren. Dat is louter alleen een kennisname. Het tweede dossiertje dat we behandelen is de. Dat had u misschien ook al in de krant gelezen, maar ik kan u meedelen dat onze burgemeester op 10 december 2018 de eed heeft afgelegd in handen van de gouverneur van de provincie Antwerpen. En dus de gemeenteraad neemt dan ook kennis van het besluit van 30 november 2018 van de plaatsminister van Binnenlands Bestuur, houdt de benoeming van Walter Luijten tot burgemeester van de gemeente Raams en dit met ingang van 1 januari 2019. En dan ook de kennisname van de eedaflegging van 10 december 2018. Het zijn allemaal eenvoudige kennisnamen. En dan gaan we beginnen met de installatie van de gemeenteraadsleden en de vaststelling van de rangorde. En dus voor de installatie van de raadsleden heeft geen enkele verkozen schriftelijk afstand gedaan van zijn mandaat. En we zien ook dat iedereen hier vandaag aanwezig is. De roosbrieven die werden bekeken, die werden ook tijdig ingediend. En alle ingediende roosbrieven, daaruit blijkt dat iedereen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. Er zijn ook geen vaststellingen gedaan van enige onverenigbaarheid. En de verkozenen die opgeroepen worden om de eed af te leggen, zullen dadelijk naar voren moeten komen. En voor zij die
een tekst van buiten geleerd hebben, dat ziet u, maar we hebben voor alle zekerheid nog de tekst hier voor u en groot genoeg voor degenen die bijzien dat wel versies zijn, dat die ook wel geholpen zullen worden door de tekst die daar nodig is. Dus de eetaflegging zal dadelijk gebeuren en dus wij gaan dus enerzijds vaststellen dat er geen afstanden van mandaat zijn en dat alle geloofsbrieven van alle kandidaten zijn goedgekeurd. En dan gaan we beginnen met de eetaflegging en dat is in handen van mij. En mag ik vragen, even kijken, we gaan beginnen met Nick Andriessen. Nick, mag ik u vragen om naar voren te komen? Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Trouw na te komen.
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. Thank you.